iemand vertelde mij dat ik dat mijn auto helemaal niet gewoon lekker klinkt, maar dat de uitlaat gewoon stuk is. Oh, dat hij daarom zo lekker klinkt. Dat dit helemaal geen goed geluid is. Oh, oké. Okay. Ja, wat je uitlaat is lek of zo? Of, ja. Oh. Nou, is dat niet zo heel erg goed. Maar het ding is wel toe aan een nieuwe eigenaar, wat mij betreft. Ja, dus, precies, ja. Dus. Mocht je de originele wasstraatauto willen hebben. Ja, die krijgt er een certificaat erbij. Je kan hem kopen. Je weet hem vast wel te vinden. Ja, je kan ons vinden op @Vasilis. En natuurlijk wasstraat.at. Nou, vandaag lekker in een enorm warm, plotseling Amsterdam. Naar de wasstraat. Ja. Hij is vies. Want, de vorige keer hadden we het over de cookiewet. Ja, die was al aangeslagen. Ja, daar wil ik wel een klein beetje op terugkomen. Oh. Wat ik vorige keer zei, was dat die wet oké is. Maar die wet die gaat te ver. De wet is niet oké. Oh. Dus de wet is vaag. Eigenlijk is die zo vaag, waardoor eigenlijk helemaal niks meer mag. En... Dus hij is wel precies genoeg. Of ja. Is het gewoon, is het open voor interpretatie en kan iedereen ervan maken wat hij wil? Nou, eigenlijk de enige interpretatie is dat er helemaal nooit meer iets mag of zoiets is het. Ja, ja, ja. In ieder geval, de Nederlandse wettekst die is dus strenger gemaakt dan de Europese. Mm-hmm. En die is echt heel erg slecht. Dus. Oké. Okay. Maar de intentie, die staat buiten kijf. De intentie van de Europese wet, die is ook goed. Ik heb het er met... Michel, een van onze, hoe heet dat? De SEO-expert is die, ja, onder SEO andere. En marketing. Hij houdt zich heel erg met, hoe heet het, statistieken bezig. Ja. En hij is natuurlijk nogal verbolgen erover, want hij mag dat officieel niet meer. Je mag helemaal geen gegevens van mensen meer opslaan volgens de Nederlandse wet. Dus je kan ook geen webstatistieken meer doen. Dus je kan geen analyse meer doen van websites. Ja, dat is... Vooral dat werd inderdaad heel erg en dat, jammer gevonden. En dat analyse van websites op één hoop wordt gegooid met reclameboeren, dat is natuurlijk... Ja, daar is zeker over te discussiëren of dat wel zo is. Ja, nou, ik had daar nog wel, want dat gesprek heb ik niet met Michel gehouden, maar wel met zijn collega. En wat mij heel erg stoort aan het webanalyse aspect, want ik ben ook voor dat, zeg maar, mensen die een website hebben, mogen best in staat zijn om te weten hoe goed hun website het doet, natuurlijk. Want daar gaat het ook niet over, om. Maar stel je voor dat je nou iets als Google Analytics gebruikt. Ja, als je mij vraagt, gaat al die gegevens gaan gewoon netjes op de grote hoop van Google Analytics. En doet Google ook nog, heeft Google ook nog flink wat profijt ervan? En dat is niet de bedoeling. Ja, nou ja, bij Google Analytics daar heb je in de huidige privacy instellingen. Mm-hmm. Ja, daar zeg ik het al, de huidige. Staat dat, dat ze die gegevens niet zomaar mogen gebruiken. Of niet mogen gebruiken. Ja. Maar dat kan natuurlijk altijd veranderen. Ja, precies. En nog veel belangrijker. Jij als bezoeker van een website, teken jij dan ook een dergelijke privacy overeenkomst? Ja, klopt. Als mij wat niet. Bij Google heb je, bij Analytics heb je de mogelijkheid om jouw gegevens te delen. Ja. Zodat mensen kunnen vergelijken van hoe het zit met jouw site en andermans site. Goed, Google Analytics is nogal anoniem, hè, dus daar wordt geen persoonlijke informatie wordt daar opgeslagen. Hm. Maar als je inderdaad... Oh. Ops. Is dat er nou te toeteren? Ja, geen idee. Dat was niet onze achtervolger. Ik dacht even dat er iemand in mijn dode hoek zat, maar dat is niet zo. Nee. Raar. Misschien wilde die gewoon wat sneller. Ja. Maar er zijn een heleboel gegevens uit. Kijk, en ik denk waar het om gaat is de intentie van een...
website-eigenaar om zijn website te optimaliseren of om daar informatie over in te winnen, ja, is oké. Okay. Nou, maar de kosten die een consument daarvoor zou betalen... Het is in sommige gevallen zelfs noodzakelijk. Ja. Want volgens die nieuwe cookiewet mag je dus ook geen serverlogs meer hebben. Wat helemaal toch niet, hè? Dat is niet waar IP-nummers in voorkomen. Daar komen IP-nummers in voor. Ja, automatisch. In serverlogs. Ja. En dat mag dus niet. Maar dat is nodig, want je moet kunnen weten vanuit veiligheid, van, hey, vanaf dit IP-nummer wordt er rotzooi gedaan, ja, met mijn site. Zodat je die kan blokkeren of dat je daar iets mee kan doen. Ja. Ja. En sterker nog, als je mij vraagt, worden ook van andere kanten van de wetgeving, wordt dat ook vereist. Ja, dat zou me niks verbazen als dat verplicht is. Dat je bijvoorbeeld terrorisme niet mag faciliteren. Nou, als je daar niets aan kan doen, nou, dat is een heel slecht voorbeeld trouwens. Maar ik bedoel, welke terrorist gebruikt nou een website? Nou, fijn. Maar ik denk ook, maar wat doen ze dan aan bijvoorbeeld onze hosting providers? Want hosting providers die houden er ook een heleboel dingen van ons bij. Vallen die dan ook onder die wetgeving? Nee, die zijn verplicht om dat te doen. Ja, maar het kan niet zijn dat de twee wetgevingen haaks op elkaar staan, toch? Ja, maar dat is wat anders, denk ik. Hmm. De hosting provider is geen website. Nee. Maar privacygegevens zijn privacygegevens, denk ik dan. Of gegevens over... Ja, oké, maar voor andere branches gelden natuurlijk andere regels. Anyway, ja, ik vind de discussie vooral heel leuk om te voeren. En vooral ook om te zien wat de kant van iedereen is. Wat het perspectief ervan is. En er inderdaad, waar we vorige keer ook op uitkwamen... Ja, sommige mensen die zullen hun businessmodel op een andere manier moeten inrichten. Ja, ja, ja. Puur omdat ze inderdaad... aan de andere kant, de wet is nu zo bizar, zo slecht omschreven... dat iedereen het kan negeren. Ja. Zij is ook niet, het is niet te controleren, dat is natuurlijk ook nog eens een probleem. Handhaving kan niet. Nee, niet. Het is onmogelijk. Dat is natuurlijk heel slecht. Een wet moet je wel kunnen handhaven. Nou ja, tenzij er dus constructies worden bedacht dat wetgeving... net zozeer als dat bijvoorbeeld voor... piracy moest gebeuren, dat je inzicht kan geven en ook moet, zeg maar, gepiraten bestanden weg moet kunnen halen. Ja. Dat je dat vanuit overheidswegen, dat je dus dat ook moet gaan doen met persoonlijke gegevens. Maar wat ik wel opvallend vind, echt opvallend vind, is ineens een week of twee geleden, of nee, iets langer, een maand geleden, begonnen ineens allemaal mensen zich helemaal op te winden over deze wet. Ja. Maar die wet... Die is al heel erg lang in de maak. Heel lang. Ja. Sterker nog, hij was al langer geleden was hij aangenomen. Hij was nu pas, werd hij van kracht. Ja. En niemand heeft er tot nu toe iets mee gedaan. Dat vond ik echt opvallend, vind ik dat. Bizar. Ja, ik denk dat... Ik laat wel een beetje zien, want zijn we nou professionele... Houden we het wel goed genoeg in de gaten? Ja, zijn we... Ja, zijn we wel professionals als we zelfs dit soort dingen niet weten? Ja. En dat vind ik ook altijd opvallend over designers, webdesigners die dan bepaalde lettertypes gaan gebruiken. En dat ziet er inderdaad prachtig uit. Alleen mag je die lettertypes niet gebruiken op het web. Huh? Want mag niet. Met welke lettertypes dan? Een heleboel. De meeste lettertypes mag je niet zomaar gebruiken op het web. Oh. En dat is natuurlijk... Dat moet je weten als designer, dat is jouw vak. Maar waarom mag je ze dan niet gebruiken? Licentie. Want Arial en Verdana en zo, dat werkt toch overal? Dat werkt wel, dat mag. Maar er zijn ook allemaal andere soorten fonts en er zijn gewoon geen weblicenties voor te krijgen. Dus oh. Je krijgt een licentie voor computers en de font foundries die zijn ongeveer... Net zo dom of in ieder geval geld belust als de filmindustrie. En die zeggen dan nee, dat mag niet, mag je niet gebruiken. Of je moet bijvoorbeeld €600.000 betalen. Dat is wat... Dat zijn dingen als bijvoorbeeld een huisfond van een van onze klanten bijvoorbeeld. Ja. Die in het logo zit of wat dan. Ja. En dan moet je dan €600.000 per jaar een licentiekosten betalen. Oké, dat is makkelijk te doen toch? Ja, dat maar dat is heel raar, vind ik, dat designers dat font dan gewoon gebruiken zonder te gaan kijken wat de implicaties daarvan zijn. Ja, ik vind dat niet getuigen van professionalisme.
van professionaliteit. Nee. Nee, inderdaad. Je zou, want impliciet ben je klant aan het belasten met een hele rare betaalconstructie. Ja. Dat heeft ooit in, betaal je het maar achteraf. In Amerika was er een nieuwssite die had een font gebruikt. En dat was... En dat mocht niet, daar is geen licentie voor. Ja. Die hebben toen $2 miljoen of zo ervoor moeten betalen. Die zijn ze gesuwd. Niet normaal, joh. Ja. Ja, dat is inderdaad... Dat is een flinke belasting. Ja. Maar dat is ineens een kostende postje erbij. Maar waarom kost het dan zoveel? Zeggen ze dan zo voor elk gebruik of zo? Of? Nou, wat een oude model, dat is gebaseerd op CPU's. Ja. Dat is een computer. Ja. Dus je krijgt een licentie per een x aantal computers. Daar betaal je voor. Mm-hmm. En wat die Font Foundries, de slimmerik, hebben gedaan, die zeggen... Oh, dat vertalen we naar het web ook zo. Dus elke bezoeker is een CPU. En dan hebben ze het voor het gemak maar vertaald naar... aantal page views. Holy dus, crap. Dat is het huidige verdienmodel van de Font Foundries. Dus ze zeggen dat je willen dus gewoon weten, als je zegt ik wil graag een licentie voor mijn website, dan willen ze jouw page views weten. Oh, okay. Hoeveel page views je hebt. Okay, maar dat gaat ze niks aan, denk ik dan. Wat heb jij er nou mee te maken? Ja, maar goed. Ja, precies. Dat is een letterlijke vertaling. Dat heb je ook met video-opnames trouwens, hoor. Als je een acteur aanneemt... Even raampjes dicht, want het is gaan regenen. Als je een acteur aanneemt, dan kan je ook betalen... Nou, is het een intern filmpje, of is het een film voor het internet... of is het voor een campagne, de lengte, de duur. En dat soort dingen, die zijn allemaal belangrijk voor het betalen. Ja. En op televisie is het al helemaal raar... want dan betaal je eerst voor de initiële uitzending... en daarna voor herhalingen... Het zijn hele complexe modellen die het ook veel moeilijker maken voor kleinere bedrijven om nieuwe media aan te gaan. Daar hebben wij een heleboel last van. En wat we uiteindelijk doen is gewoon werken met tussen aanhalingstekens amateurs of beginnende acteurs. Die zijn er heel veel vrijer in. Ja, ja, ja. Ja, die oude modellen die zijn niet zomaar 1, 2, 3 te vertalen naar het internet. En nee. Dat worden ineens echt heel erg... Ja, want wat doe je als je website een enorm succes wordt? Dan word je plotseling, ga je ten onder van je eigen succes. Nou, dat is wel zo. Je hebt bijvoorbeeld H264 encoding voor video. Ja, dat is wat we nu ook gebruiken. Onder andere. Hebben we daar wel een licentie voor? Die is gepatenteerd. En daar moet je een licentie voor hebben. Wil je dat niet meer doen? Ik kreeg ze juist een kleine hartkleppenzak. Moet je eens lezen wat daar allemaal wel en niet mee mag. Dat is niet heel... Ja. Best wel heftig. En nou is gebruik van H264 voor gebruikers, voor mensen die kijken, is tot dus de komende 5 of de komende 10 jaar in ieder geval nog gratis. Ja. Maar daarna misschien niet meer. Hè? Dus dat is, stel dat H264 echt de standaard is, dat er geen concurrentie is, dan is dat... Dan houdt het op. Kunnen ze zeggen op een gegeven moment, nou we willen nu geld. Oftewel, dan kan ik al mijn filmpjes van de wasstraat kan ik gewoon wegkeilen. Want die mag ik dan niet meer aanbieden zonder te betalen. Nee, die moet je dan die kan je dan niet meer aanbieden, want er zijn dan geen andere formaten. Maar dus zit best wel... daar zit die hele strijd van Firefox en Google om een nieuw videoformaat zit daarachter. Ja. En het punt is een beetje dat als je klein bent. Dus een relatief klein bent, dan hoef je niks te betalen. Maar als je boven de x aantal gebruikers hebt van jouw product, dan is het ineens 6 miljoen. Jezus. Maar dat is heel erg raar, want dan merk je dus, hoe doen start-ups dan? We hebben een heleboel Amerikaanse start-ups, die beginnen klein, maar die zijn afhankelijk van de hype die ze creëren. Ja. Maar die hype kunnen ze dan niet betalen. Nee, dat is best wel een probleem. Jezus. Dus die grens is ook nogal abrupt. Hè? Ik hoop dat wij niet succesvol worden. Ik zo succesvol. Nee. Wij hoeven daar waarschijnlijk niet voor te betalen. Nee. Maar de decoders. Dus de kijkers. Dat is dus de apparatuur die... die de filmpjes decoden. Oh, die dus het opnieuw... Een browser bijvoorbeeld. Oh, okay. Een videoplayer. Ja, precies. Die moeten daarvoor betalen. Dus een Firefox en een Google. En Firefox, die weigert dat. En Opera weigert dat ook.
Dus dat doen we niet. Hoewel Firefox is er nu een beetje op teruggekomen. Ja. Voor mobiel in elk geval. Dat ze hebben gezegd. Dus ja, we moeten concurreren op mobiel. Ja. En dan heb je een browser op je mobiel. De standaard browser waarop je gewoon filmpjes kan kijken. En dan installeer je de zogenaamd betere browser. En dan kan je ineens geen filmpjes meer kijken. Nee, ja, raad eens wie er gebruikt wordt. Ja, dat is een beetje een probleem. Ja. Dus die hebben gezegd, we gaan gebruik maken van de hardware ondersteuning van de mobieltjes zelf. Dus die decoder zit in de hardware, dus dan hoeft Firefox er niet voor. Ja, dus in de iPhone zit al QuickTime als het goed is en die regelt dat dan voor Firefox. Ja. Oké, nou ja, dat is een slimme oplossing. Ja. En dat doen ze dan ook voor de niet-mobieltjes? Gaan ze dat dan ook op die manier aanpakken? Dat weet ik niet. Ik weet niet of er decoders in OS X zit natuurlijk QuickTime verweven. Dat zou kunnen, dat ze dat gaan doen. Ja. Hmm. Nou, dat is op zich wel slim. Het is wel slim, voor aanbieders van film is het natuurlijk zo. Ja, nee, hoeven ze helemaal geen webm meer aan te bieden. Nee, nee, ja, nou ja, dan goed. Wij doen het nu wel, als het goed is. Ja. Ja. We hebben een webm alternatief. Ja. Maar stel dat het nou wegvalt, dat betekent voor ons dat wij een heel stuk minder hoeven te betalen in de maand. Ja. Want andere video kunnen we dan via Vimeo spelen. Dat is prima. Ja. Dat werkt als een tierenlier. Behalve de podcastkijkers, geloof ik. Die moeten nog wel ergens vandaan halen. Anyway, maar goed. Het is allemaal problematiek, die licenties. Althans, het moet in elk geval geregeld worden. En sommige dingen matchen niet in één keer met het internet. Nee. En zeker niet met succes. Nee, nou ja, goed. Ja, dan worden dingen duurder. Ja, het geld moet natuurlijk inderdaad van ergens vandaan komen. Maar af en toe... Ja, maar voor dit soort dingen snap ik dat nooit zo goed, hoor. Een licentie voor een idee, ik vind het zo'n onzin. Iemand heeft dus wat verzonnen, of dit is niet eens iemand. Hè? Dit zijn gewoon allemaal, dit is een verzameling van ideeën. Waarmee je met die verzameling hebben ze dan gezegd, nou dit is H264. Dat is niet eens iemand die dit verzonnen heeft. Nee. Dit zijn allemaal bedrijven die hebben dat samen in een potje gestopt. Ja. En die zeggen, als je dit wil gebruiken moet je betalen. Ik vind dat zo'n onzin. Ik kan daar niet zoveel mee. Nee, want uiteindelijk maken zij niet zelf de software of wat ook. Nee, het gaat echt om het concept. Van, weet je, als je een product hebt wat ik kan kopen, waar ik wat mee kan, oké. Maar ja. Maar zoiets abstracts als een idee, wat het mij ook onmogelijk maakt om te concurreren, ja, ik vind dat niet goed. Maar goed. Nee, ander ding, boeken. Ja. Vandaag heeft... Nelly Kroes een fantastisch artikel gepubliceerd in The Guardian over de digitale boekenmarkt in Europa. Oh? Dat die achterlijk is. Echt fantastisch dat zij dat dan... Oh, gaaf joh! De commissaris van de digitale... Nou ja, Eurocommissaris Digitaal, zoiets. Ja? En zij heeft gezegd dat de e-bookmarkt, dat die achterlijk is. En dat je gewoon... Op welke manier? In een lang artikel. Waarin Nee, op welke manier is het achterlijk? Waarom is het achterlijk? Omdat je kan geen boeken kopen. Mensen zijn niet vrij om boeken te kopen in het formaat wat zij willen. Ja. Dat is ook echt een klacht die ik heb. Ik heb een bepaalde e-book reader die ik heel graag gebruik. Mm-hmm. Maar ik kan heel veel boeken kan ik niet in het formaat, in het gewone open EPUB formaat, zijn gewoon niet te koop. Ja, precies. Dus die ja. kan ik niet lezen in de e-book reader die ik wil gebruiken. Ja. Dus dan moet ik of een Kindle app gaan gebruiken wat ik helemaal niet wil. Of ik moet iets anders gaan gebruiken. Ja. Ik kan van heel veel boeken kan ik niet legaal kopen. Ik heb laatst van het weekend zocht ik een boek. Leuk boek wilde ik hebben. Hebben me echt suf gezocht naar een boek wat ik kon lezen op Readmail, mijn e-book reader. Ja, kon niet, niet te krijgen. Werd in allemaal soorten formaten werd het aangeboden, het boek. Maar niet open EPUB formaat. Dus allemaal DRM dingen en allemaal dat soort onzin. Afgesloten met wachtwoorden en accountnamen en dat soort dingen. Ja, ik heb het uiteindelijk uit armoede heb ik maar...
vond ik een torrent. En toen had ik binnen een minuut had ik, binnen. Heb je dan zonde? Heb je dan wel gekocht en dan in EPUB formaat zeg maar op je Nee, ik koop geen DRM. In je reader gezet? Nee, ik betaal niet voor DRM. Het is gewoon een model wat gedwongen moet worden om te falen. Ja, daar weiger ik aan te betalen. Ja. Dat vind ik echt zo. Ja, want je hebt een soort van ook een halfwassen manier van sommige mensen die zeggen, nou ja, ik wil wel dat de schrijver zeg maar geld krijgt, dus dan koop ik het. Ja, maar ik betaal niet aan DRM. Net zoals als ik muziek koop, dan kijk ik altijd of het een van een groot label is. Mm-hmm. Dus van een groot label is, dan koop ik het niet. Nee. Want grote labels die spenderen een groot deel van hun budget eraan om te proberen om mij als crimineel te bestempelen. Precies. Dat wil ik niet. Bovendien ondersteunen ze Nickelback. En dat is gewoon onvergeefbaar. Niet iedereen doet dat. Niet iedereen in de muziekindustrie doet dat. Niet? Nee. Maar inderdaad, dat label moet geboycott worden. Ja, inderdaad. Maar structureel. Ook als het een... Hey, het is rustig. We zijn er. Het is heel erg rustig. Ja. Blijkbaar gaat iedereen gewoon altijd op vrijdag. Ja. Oh ja, het is donderdag, dames en heren. En, maar Nelly die had daar dus een enorme mening over. Ze zegt dat het achterlijk is. Maar gaf ze ook nog richting aan hoe het opgelost moet worden? Ze zei ten eerste... Er was iets belachelijks dat in Engeland is er geen belasting op boeken, 0%. Ja. Maar op e-books 20%. Dus automatisch zijn e-books duurder in Engeland dan papieren boeken. Oh, oké. Okay. Hoi. Doe maar de nummertje 4. Wordt die 7 helder. Dankjewel. Ja, ze hebben ook nog een VIP. Een VIP, daar krijg je gratis koffie erbij. 2,50 en de bord. Alsjeblieft. Yo, dank je. Een happy hour. Wanneer is happy hour dan? Niet nu. Nee. Oh, even kijken of deze ook helemaal dicht is. Zo. Oh. Neutraal. Inzevrij. Kijk, wat een uitzicht voor ons. Ja, niet normaal. Oh, dat is niet normaal. Leuk. Een enorm fijne uitzicht. Geen auto's voor ons. Geen auto's voor ons. Geen veel te dikke auto's. Alleen maar wij. Wij. Feedback. Ik was laatst bij een klant. En daar gaf ik een workshop. Ja. Over responsive design. Ja. En... Er kwam daar iemand naar me toe van die bij de klant werkt. Uh-huh. Ja, ik ken jou van je blog. Nee. Van de wasstraat. Dat vond ik echt heel leuk. Oh, dat is tof. Heel tof. Hallo. Hey. Leuk dat je kijkt. Ja. Laten we afspreken. Dat ja, was best een workshop ook, ja. Ja, ja, precies, ja. Ja. Oh, tof zeg. Ja. Ja, en ik zag Astrid, dat is een van onze vaste fans. Oh ja, die twittert er wel over. Hè? Ja, inderdaad, ja, dat is onze promotor. Dat is heel fijn. En dat is sowieso ook een interessante markt. Ze doet allemaal dingen met jeugd en zo. Dus, Okay. Dat is sowieso iets waar wij niet al te veel mee te maken hebben bij ons bedrijf met Nierenboom. Tenminste, doen we weinig mee, hè? Nee, niet zo heel erg veel, inderdaad. We hebben wel eens... Nee, dat was babyvoer. Dat is wel heel erg leuk. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat was ook leuk. Ik heb een heleboel zwangere vrouwen op visite, geloof ik. Het grappige was, hè? Het overgrote deel van de klant was ook zwanger. Oké, grappig. Ja, dat schijnt aanstekelijk te werken. Maar nee, ja. Ik denk er trouwens over om de boel wat eenvoudiger te maken. Het experiment met de clips en dat soort dingen, dat lijkt te werken. Oké. Mensen kunnen het in elk geval oppikken. Ja. Even wachten.
En ik denk erover om de hele lange wasstraat, om die weg te keilen. Dat we die niet doen, maar dat we gewoon direct fragmenten aanbieden. Oh. Moet ik natuurlijk wel even vergaderen, maar dit is de vergadering dan. Ja, nou ja. Weet je, het scheelt ook veel meer. Het scheelt gewoon werk en... Nou, als het jouw werk... Ik dacht dat die lange, dat lekker makkelijk zou zijn. Ja, die lange, die zet ik meestal direct neer. Ja, ja, misschien die kan ik eigenlijk ook wel neerzetten. Ja, dat hoeft voor mij niet hoor. Ik dacht van nou misschien... Wat jij wil. Kijk, ja, maak het vooral zo makkelijk mogelijk. Daar ben ik altijd mee bezig. Ja. Alles wat ik doe, wil ik zo simpel mogelijk. Zo min mogelijk werk. Ja, ja. Nee, maar ik denk ook, we hadden, in het begin hadden we ook afgesproken van nou laten we de oneven weken zeg maar, dan kijken van hoe het design werkt en hoe de interactie werkt. En de manier waarop we nu de verhaaltjes hebben gestructureerd bij elke post. Ik denk als we daar de clipjes bij zetten, dan zijn we eigenlijk klaar. Dat zijn misschien op zichzelf staande blogposts ook al handig. Dat je gewoon die filmpje met een tekstje eronder... Ja, precies. Maar zo schrijf ik die tekstjes eigenlijk niet, hè. Wat ik altijd doe... Nee, ze lopen in elkaar over in het... Ik lees... Jouw samenvattingjes, ja. Of je pointers. Ja. En dan zet ik ook lalalala. En dan op een gegeven moment. En de rest. Twee, drie, ja, en meer. Ja. Maar dat is ook heel vaak het geval. Meestal helemaal aan het einde van de rit, dan komen er wat minder fragmentjes. Maar die zijn vaak wel interessant. Die zijn vaak het leukst, vond ik. Ja. Zijn leuke. Maar die zijn makkelijk ook op één hoop te gooien. Ja. Dus, hij staat niet zo heel erg scheef deze keer. Nee, dus nee. Ja. Ik vind het nog steeds grappig dat hij dat een wasstraatmannetje wat er staat, dat hij een politiepet op heeft. Ja. Raar. Ja, inderdaad, ja. Autoriteit. Ja. Ik kijk ook somber. Strak uit mijn ogen. Zo. Ramen open. Oh ja, graag. Het is dus, wat is het, 26 graden of zo? 27 hadden ze beloofd. Het is normaal zomer, weer eindelijk eens een keer. Ja, precies, ja. Niet dat herfstige weer van 21 graden. Ja, hier is dan weer een flinke bezigheid. Stofzuigen is wel voor vandaag. Donderdag stofzuigdag. Ik vind het echt wel grappig, al die mensen die hun auto's helemaal aan het poetsen zijn. Ja. Terwijl hierboven zit hier gewoon een duivennest. Ja, ja. Flap. Dank u wel voor uw zaken. Zo. Maar, ja, e-books. Dus de ene wat Nelly Kroes zei was dat... Dat achterlijk was? Nou, dat de belastingen veranderd moet worden. Een boek is een boek en er moet gewoon hetzelfde belastingstelsel voor gelden. Ja. En de uitgevers moeten veranderen, die moeten dus los. Dus hoe ze nu uitgeven is dat ze zoveel mogelijk krampachtig vasthouden. Ja. Dus zij zegt gewoon, een digitaal boek moet hetzelfde zijn als een papieren boek. Als ik het heb gekocht, is het gewoon van mij. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Dus het is geen licentie die je afkoopt? Gewoon, het is een boek en ik kan het lezen zoals ik wil. Dus, ja. En dat is heel belangrijk. Je moet het gewoon kunnen lezen zoals jij het wil. Het is best wel een sterk signaal, is dat? Zeker van een autoriteit als Nelly. Het is echt een fantastisch artikel. Jongens. Ze zegt geen halfslachtige dingen. Ze zegt gewoon echt hele goede dingen. Buitenop staat. Nee. Ja. Hey, maar... Want dus nodig niet de boekenmensen uit om een uniforme manier van DRM uit te vinden. Dat het overal werkt bijvoorbeeld. Nee, ze zegt een uniforme... Ze moeten gewoon een standaard gaan gebruiken. Ja. Die standaard is er, dat is de EPUB. Ja. EPUB 3, daar kan je ook allemaal HTML5 en leuke C63 dingetjes dus mee wat doen. Wat Apple ook gebruikt, geloof ik, voor een deel? Die gebruikt iets. Wat, ja, volgens mij gebruiken die dat, ja. Ja. Maar Kindle gebruikt dat bijvoorbeeld niet. Die gebruikt weer iets... Een heel oud formaat. Gebruik een Mobi, toch? Mobi formaat. Ja. Maar dat is gebaseerd op iets heel ouds. En dat is eigenlijk een soort van ongestijlde HTML. Dat zie je ook. Oh, het verschil is ook heel groot tussen een Kindle boek en een EPUB boek. Okay. EPUB boeken zien er veel mooier uit. God, dat was me nog niet eerder opgevallen. Maar dat, misschien een soort van tech-achtig... En kijk, Kindle hoeft niet meer te vernieuwen. Die hebben gewoon een monopolie.
Ja, die hebben geen enkele noodzaak om... nee, het gaat prima zo. Om Kindle-boeken er leuker uit te laten zien. Ja. Nee, dat... ja, maar denk je niet dat ze toch mee zullen gaan? Of misschien zelfs de leiding daarover nemen, omdat ze een groot speler zijn? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze dat niet gaan doen. Nou ja, of... Kijk, dat zijn gewoon geen grote concurrenten. Nou, Apple is geen concurrent van Amazon. Amazon is zo enorm groot. En wat Apple aan boekenmarkt heeft, dat is echt een blipje. Ja, dat wel. Maar ze zijn op andere gebieden zijn ze wel grote concurrenten. Wordt het op mediagebied? Ja, maar het gaat nu over boeken. Ja, maar mediagebied maar denk je niet dat het juist... Hè, dus dat dit een goede aanzet is, een vrij... wordt het onschuldige markt in opbloei als de boekenmarkt, dat ze dat op een gegeven moment ook effect gaat hebben voor muziek en voor video en voor Kijk, de muziekmarkt zit al best wel goed. Ja, de muziek, maar bijvoorbeeld video en series video en dat soort dingen. En zoals bijvoorbeeld... Video is nog steeds net zo achterlijk als fonds, als boeken, dat zijn gewoon... Ja. Je moet eens kijken naar de muziekmarkt en zeggen van, ah... Kijk nou, die verdient meer dan ooit. Ja. Misschien moeten we dat eens gaan... Maar dat is ook de Nederlandse boekenmarkt die zegt... Nee, want als we boeken zonder DRM gaan uitgeven, dan... Ja, dan gaan we minder verdienen. Dan wordt minder verkocht. Precies, dat gaat slecht. Gaan mensen het uitwisselen. Slecht, en dat is slecht. En, we zijn bang. Gaan we failliet. Ja. En, dat is slecht. Het antwoord is, dat klopt. Zeker als je er zo door blijft. En... dan blijkt dus in Amerika is gewoon inmiddels 30% van de boeken die verkocht worden, zijn digitale boeken. Ja, natuurlijk. En mensen lezen meer dan ooit. Ja. En ik lees ook meer dan ooit. Ik las nooit. Ik luisterde altijd. En nu begin ik ook... ik vind het heerlijk om in het zonnetje te zitten. Wel met mijn Kindle, sorry. Maar ja, ik vind de e-book, het formaat van... e-ink vind ik heel erg fijn. Ja, ik ook. Vind ik erg mooi. En daar heb ik nog geen... Ik vind de Kindle daarin de beste eigenlijk. Ik heb die van Sony heb ik wel gezien, maar die zijn... Ja, die van Kindle is ook gewoon echt een goed ding. Ja, inderdaad. Ja. Overigens... Dat is gesynchroniseerd en dat kan je overal... Ja, inderdaad. Maar goed, dat soort diensten die kunnen ook nog wel... Die worden vast op een gegeven moment overal overgenomen. Het is trouwens wel een... wat nieuwere speler, of nieuw, tussen aanhalingstekens, speler op de markt gekomen. Dat is Google. Die heeft met Google I.O., dat is een conferentie op dit moment, hebben ze eindelijk hun referentietablet uitgebracht. Een eigen tablet, hè? Ja, de Nexus 7. Ik heb het ding gezien. Het lijkt een soort van concurrentie aan te gaan met de Kindle, met de Fire. De Kindle Fire, sorry. Ja. En met de Nook en allerlei andere media tabletjes. Dus is ook dat formaat, hè? Ja, is ongeveer een 7 inch of zo, geloof precies, ik. Ja. Heel klein, dus de grootte van zoiets of zo. Klein A4'tje. Ja. En dat is... $200, dus het is de helft van de prijs goedkoop. Van een iPad. Dus van de goedkoopste iPad. Echt concurreren, ja. Ja. Ook met dezelfde beperkingen wel, hè? Dus niet uitbreidbaar met geheugen, wat een heleboel Android-gebruikers wel verwachten. Maar ook met een plan van hoe het ding gebruikt zou moeten worden. Ze hebben ook een soort van eitje hebben ze geïntroduceerd. Ja. Dat noemen ze de Nexus Q of de Galaxy Q of iets dergelijks. En dat is een soort van wat Apple dus nu ook heeft. Die Apple TV. Heeft Apple TV. Die wordt ook langzamerhand steeds verder uitgewerkt. Steeds verder ontwikkeld. Netflix zit erop en YouTube en Vimeo. Ja. En dat eitje van hun, dat is dan ook iets dergelijks. Dat is een soort van hub van je media. Dus al je apparaten die kunnen daar hun beeldmateriaal naar zenden. Of audio of wat dan. Ja, en hij wordt ook bediend vanaf je andere apparaten. Ja. Het is echt een, dus je Galaxy, je tab, je tablet, PC of wat ook. Of telefoon die bestuurt wat daar uit die speakertjes schalt. Of wat er op je televisie verschijnt. Het is best, ik vind het leuk. Ze hebben wel veel te duur in de markt gezet. Dus daar hebben ze waarschijnlijk iets te duur. Die is twee keer zo duur dan de Apple TV. Ja, ja. Maar ik vermoed dat zij niet meer hebben gekeken naar de Sonos. Kan ook meer, volgens mij. Ja, hij is vrijer, hij is opener. En ik denk dat dat voor hun erg belangrijk gaat worden.
Want ja, omdat zij het Android-platform bieden, ook op dat apparaatje, zullen ze gewoon veel meer aansluiting krijgen met moderne mediabedrijven. Ja. He, dus een HBO die nu nog, zeg maar, een soort van half vooraan loopt, die zal daar ook op kunnen spelen. En er worden ook bizar veel Android-apparaten verkocht per dag, hè? Ja. Het is een miljoen per dag geactiveerd. Ja, dat is absurd. Dat is gigantisch. Ja. Ja, pas geleden hebben we nog een filmpje gemaakt voor een klant van ons. Ja, en dan zie je dat bedrag en dan denk je van, dat is 800.000 van dit en 300.000 van per dag. Per dag. En in Nederland zijn ze geloof ik ook, dat is ook zo'n statistiek, dat er meer telefoons zijn dan Nederlanders. Dat is zo makkelijk. Ook zo raar. Nou ja, hij zit echt smartphones, hè? Er zijn ook meer varkens dan mensen in Nederland. Ja, maar een varken heb ik niet op zak. Nee, die zie je ook nooit. Nee. Nee, inderdaad. Ja, die worden ook echt verborgen. Zullen we het niet over de vleesindustrie hebben? Maar dan moeten we echt een andere... Misschien moeten we dan de wastractor gebruiken of zo. Of iets wat meer... Oh, dat is ook wel een leuk idee. Ja, of de... Ja. De Kokstraat. Voedselstraat. Ik weet het niet. Maar ik vind het allemaal heel spannend. Want ik denk dat misschien Google nog wel het verschil gaat maken voor mediaconsumptie. Ook omdat zij een eigen kanaal hebben. Hè, ze hebben YouTube. En daar lijken ze echt een heleboel karren mee te trekken. Ze hebben eigen... echt... Ze zouden, wat ze bij YouTube zouden moeten doen. Gezet. Ik gebruik heel veel YouTube, hè, via Apple TV. Ja. Of, niet zozeer ik, maar Kiki, die kijkt heel veel. Dus die kijkt dan bijvoorbeeld naar Phineas en Ferb. Oh, de laatste, dat is hilarisch. Is dat op YouTube ook? Ja, nou ja, tenminste. Mensen, je kan het op YouTube kijken. Zetten het op YouTube. Ja. Dus dan zoeken we Phineas en Ferb en dan kijken we ernaar. En dan kunnen we het zien. Maar wat er nu gebeurt, is dat... dan zitten we te kijken en dan ineens zijn ze weg. Dan worden ze verwijderd. Oh ja. Doen al die filmpjes het niet meer. En wat ze nou gewoon moeten doen is zeggen van je kan een betaald abonnement nemen. Ja. En dan mag je er wel naar kijken. Ja, precies. Halen we ze niet meer weg. Nee. En dan verdient die film, maar ja, die filmindustrie. Maar dat doen ze... Dat duurt nog wel 100.000 jaar voordat die is wat gaan doen. Ja, en dat betekent ook dat ze een heleboel romslomp en als je mij vraagt willen ze zich daar ook niet in verkeren. En dat is wat ze nu ook, dat zie je nu ook. Ze zeggen van, weet je, wij gaan geen, we gaan niet onderhandelen met jullie, beste televisie-industrie en video-industrie. We gaan jullie gewoon laten doodbloeden. We gaan jullie beconcurreren. Ja, ja, ja. We gaan ons eigen content maken en die beter is. Ja, heel slim. En live streamen en dat soort dingen. En, en daar is dat eitje dan ook, gaat daar een cruciale rol in spelen. Als je plotseling live... live concerten kan zien op YouTube, waar je normaal nooit bij zou kunnen zijn. Ja, dat is echt super tof. Ja. En ja, wat ik hoop dan is dat de industrie dan langzamerhand gaat bijsturen en zeggen, nou, dat willen wij eigenlijk ook wel. Ja. Maar goed, dat is nog iets waar we nog een hele tijd op moeten wachten. Ja, 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 ja. Misschien dat de wetgeving... En ik had ook nog een... Ik kreeg iets raars. We hadden het een tijdje geleden hadden we het over... Dat je in boeken kan je notities maken in de kantlijn, hè? Ja, ja, ja. En je kan dus in e-books kan je stukken highlighten en daar een reactie bij schrijven. Dat kan bij Readmail bijvoorbeeld. Ja. En dan kreeg ik laatst dus iemand die een highlight van mij likte. Wow! Dus dan kan je dus... Tijdens het lezen zie je andermans highlights en dan kan je zeggen... Deze vond ik tof. Oh, gaaf zeg. Het gaat echt wel... Dat verwacht je helemaal niet als je een boek leest. Nee. Maar zo'n pop-upje... Boeken lezen begint echt wel heel wat anders te worden. Ja. Echt wel interessant is dit. Ja, het is meerwaarde denk ik ook. Zeker omdat boekenlezers die... Ja, noem je dat? Die hebben vaak ook echt een band met hetgeen wat ze kijken. Net zozeer dat er fans kunnen zijn van... Precies. Van televisieseries. Als ik een boek heb gelezen en ik vind het goed... Dan wil ik dat andere mensen dat ook lezen. Ja, dan ga ik dat aanraden. Ja, precies, ja. Ja, ik volg een aantal internetseries. En die
die hebben een hele community en die reviewen dus ook streaming of dingen die op, bijvoorbeeld op televisie zijn geweest. Dus dan hebben ze het over Game of Thrones of ze hebben het over echt één specifieke serie zijn ze dingen mee aan het, of zijn ze aan het reviewen of weet ik veel wat. Ja. En dat is zo tof. Ik denk ook dat dat, ja, dat dat misschien ook als soort van bijverschijnsel van social ook echt zal gaan ja, opbloeien. Dus dat veel meer de samenhang van sociaal gedrag en het consumeren van media of het doen van dingen op het internet met dingen, dat, dat die twee ook echt samenkomen. Daar schrijf ik trouwens ook binnenkort een artikel over. Oké. Okay, want dat mist nu nog een beetje. Je hebt gewoon media en daar kan je lekker over kletsen en je kan tweeten over de wereld draait door. Maar die twee die hebben elkaar nog niet echt gevonden, anders dan ja, een heleboel mensen die heel graag willen tweeten over de wereld draait door. Ja. Maar achteraf kan je niet zien van, op 3 minuten 60 zei iemand over iets over de blues van Matthijs van Nieuwkerk. Vooral bij film is het inderdaad lastig. Dat zou je inderdaad willen timen. Dat is inderdaad wel een leuk idee. Goed idee. Ja, nou, volgende keer meer. Doei. Doeg.